Ja, goed dat je weer kijkt allemaal, want we zijn natuurlijk nog steeds bezig met het strategisch kompas vanuit Groenhuizen met het thema versterken door samenwerken. En vandaag ben ik weer op een mooie locatie, namelijk de Bloemse Vaart. En ze zijn hier met een heel mooi voorbeeld bezig. Kom gauw mee. Je bent hier op de Bloemse Vaart in Roosendaal. En ik ben Angelique Maas en ik ben een van de verzorgenden op de afdeling PG. Ik ben Marion Bus en ik werk hier op de Bloemse Vaart op team PG als HBO-verpleegkundige. Hey, en nou staan wij hier bij een bord. Ik heb er stiekem al wel wat over gehoord. Maar kun je eens vertellen waarnaar ik aan het kijken ben? Nou, we noemen het de dagstart, het bord. We liepen binnen ons team eigenlijk aan dat we afspraken niet na werden gekomen. En, daardoor best wel wat dingen achterwege werden gelaten of niet werden uitgevoerd. Wij hebben hiervoor gekozen omdat uit de positiebepaling toch ook wel kwam dat er behoefte was aan structuur en overzicht. Een van die speerpunten is dat we de agenda in Labelcare goed moeten gebruiken. Ja. Waarom zo? Ja, omdat toch uit de praktijk blijkt dat visualiseren heel goed helpt. Dat er voor zo'n bord staan en opschrijven wat nou de bedoeling is, dat helpt heel vaak om structuur aan te brengen. Is bijvoorbeeld het rapporteren in de laptop nadat je bij een cliënt helemaal klaar bent. Ja. Dus dat je de laptop mee naar de kamer neemt en dan na afloop van de zorg die je hebt geboden, de bijzonderheden gelijk rapporteert en dat je niet later op de dag dingen moet gaan bedenken van oh, hoe was het ook alweer? Ja. Wat brengt het jullie nou nog meer ook als team en als resultaat, zeg maar? Als resultaat? Nou, een van de resultaten is dat er bijna geen klachten meer binnen zijn gekomen bij het management van familie. Ja. En dat is denk ik wel een heel mooi resultaat waar we als afdeling heel trots op mogen zijn, waar we als team heel trots op mogen zijn. Nog een resultaat is dat de arts aangeeft dat artsenvisite veel beter loopt, veel gestructureerder verloopt. En daardoor hou je je kwaliteit van zorg omhoog en dat is natuurlijk je uiteindelijke doel. Ja. Dus en de kwaliteit van de zorg gaat omhoog, maar ook, ik kan me voorstellen dat dit lekkerder werkt. In het... Ja, een stuk werkplezier geeft ze natuurlijk ook. Je voelt je eigenlijk ook meer een team. Je weet van tevoren wat er gedaan moet worden, wie wat doet. Dat zijn gewoon duidelijke afspraken. Zou niet iedereen met zo'n bord moeten werken? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het gewoon heel veel structuur heeft om 's morgens even bewust stil te staan bij het stukje overdragen. Ja. En nu ben je veel gerichter eigenlijk met dat stukje overdracht ben je. Ja. En dat helpt ons allemaal. Wat een mooie verhalen en een mooi voorbeeld weer. Dat overzichtelijk zo simpel kan zijn. Blijf vooral kijken, want we gaan gauw door naar locatie Blankenshof.